We zijn live. Goedemorgen vanuit Sweetie, Suriname, waar we met Travasé op bezoek zijn bij de heer Ravin Ramnandanlau. Ik heb het in één keer goed. Helemaal goed. Welkom en dankjewel dat we bij jou hier thuis mogen zijn om... Ja. Uit Nederland begonnen, maar in de tijd al vele jaren in Suriname actief. Echt domicil veranderd, vanuit Nederland naar Suriname gekomen om te ondernemen en mijn bijdrage te leveren in dit land. Ja. Geweldig. En je bent nu al 15 jaar terug? Ja, ik heb heel lang getraveld tussen Rotterdam en Suriname. En op een gegeven moment, in oktober 2015, heb ik echt de stap genomen na 10 jaar. Ja. Ondernemersbegeleiding, businessplannen schrijven, ISO-certificeringen bij bedrijven doen, ook zoals bedrijven zoals Sol, NVH van Beheer, okay. SLM Cargo, geholpen naar ISO 14001, milieumanagement systemen implementeren. Ja. Nu nog iets anders implementeren? Nou. En we hebben ook handelsmissies georganiseerd naar Suriname, vanuit Nederland en vanuit Antillen. Naar die studiereizen met de agro-sector. Dus je hebt het dan over eigenlijk de groene sector in Nederland. Mm-hmm. En met al die educatieinstellingen in Nederland hebben we goede contacten. Toen ik had, hebben we zeker 3-4 jaar gedaan. Studiereizen naar hier georganiseerd. Ja. Dus vrij veel verschillende dingen ja. gedaan. Ja. Het geluid is goed, neem ik aan, bij de mensen, want je praat zacht. Oké. Okay. Misschien een beetje ja, wat luider. We kunnen wat harder praten. Maar, dus, ja. dus dat is dit. Dat ja, is je hoofd. Dat is hoofd, ja. En vanuit de hoofd hebben we dus Bier voor Agro en Food Systems ontwikkeld, 12 jaar geleden. En sinds oktober 2015 dus, zijn we dus echt gestart ermee. Oké, okay. Ja. Super. En dan het laatste bedrijf wat hieronder valt is Vivo Estate. Dat is, okay. een design- en beeldbedrijf. Je doet ook nog aan design. Ja, ja, ja. En als ik daar search ja. Mixranangro. Mooi, ja. Mixranangro. Want daarmee zijn we bezig om te proberen te helpen, ja. om positieve bijdrage te leveren. Dat Suriname groeit in ontwikkeling, klopt. Groeit in een mindshift. En wat is dit? Wat doet deze? Ja, dit is eigenlijk een project of een programma dat is gestart. Dat wordt gefinancierd vanuit de Wereldbank. Het is een lening die het ministerie van Economische Zaken heeft aangetrokken om Surinaamse bedrijven te helpen groeien in hun sales. Mm-hmm. Dus meer te laten verkopen. En de hele filosofie erachter is dat de backbone van een economie, en ook in Suriname, is het midden- en kleinbedrijf. Ja. Als je eigenlijk totaal gaat optellen, ook in Suriname, wie is de grootste werkgever van het land? Dan kom je toch uit bij het MKB. Ja, dus jij zegt, de grootste ondernemer vinden we in klein- en middenbedrijven. De grootste werkgever opgeteld. Ja. Dus dat we zeggen, dus als je alle MKB-bedrijven, maar je kan ook ondernemende stichtingen daarbij mee innemen. Ja. Dus al dat soort organisaties, mm-hmm. opgeteld, mm-hmm. is nog steeds de grootste werkgever in het land. Als je nou die groep, die doelgroep, stimuleert en begeleidt om te groeien, ja. en als zij kunnen groeien, dan komt er een hele spin-off op gang.
Want ze gaan meer omzet maken, ze gaan misschien meer exporteren. Zo komt de visie in het laadje van het land. Ja. Ze gaan meer belasting af kunnen dragen als ze groeien. Ja. Ze gaan meer werkgelegenheid creëren, waardoor meer loonbelasting wordt et cetera. Dus eigenlijk dat is de hele filosofie van dat Wereldbankproject met het ministerie van Economische Zaken. Ja. Ja. Nu hebben we vorige week het goede nieuws gehoord. Oil and gas, dat gaat eigenlijk om die FID eind begin volgend jaar. De final investment decision. De final investment decision, dat Total zegt ja, we gaan ervoor. Ja. Wat is jouw bedrijfsvisie ten aanzien van de local content? Zijn onze bedrijven ready voor dat grote wat er komen gaat? Nog niet. Nog niet. Er is natuurlijk een groep die ready is, mm-hmm. maar ik denk dat dat een relatief kleine groep nog is. Maar er is een veel grotere groep die nog in het proces is van om ready te worden. Mm-hmm. En er is nog een nog grotere groep, denk ik, daarachter, die eigenlijk nog echt moet starten om zich ready te maken voor wat op ons afkomt. Wat gaat op ons afkomen? Wat op ons afkomt, kijk, oil en gas. Ik denk dat Annette Visser in zijn interview heel duidelijk is geweest. Het is niet human capital intensief. Dus zoveel mensen gaan niet kunnen werken in die oil and gas, direct in die oil and gas. Ja, zeg maar op het platform. Op het platform, et cetera. Maar er zoveel mensen. Ja, hij zei dat zo'n 160 mensen. 160 mensen, ja. Maar die spin-off van alle sectoren eromheen, dat is wel gigantisch. En dan als mensen die luisteren, welke sectoren eromheen? We hebben restaurants? Restaurants, dus toerisme. Hè, dus alles wat onder toerisme kan vallen, horeca. Mm-hmm. Restaurants, hotels, entertainment, vermaakindustrie. Vergis je niet, ook daar is er natuurlijk veel kans. Ja. En dan heb je natuurlijk de foodsector. Ja. Agro, ik zit zelf ook in de agrosector. Dus mensen moeten blijven eten. Ja. En als de mondjes toenemen, dan moet de productie toenemen. Ja. Maar niet alleen dat, maar ook de standaarden, de kwaliteit. Want we hebben genoeg eethuisjes. Food, dan is er geen tekort en gebrek aan in Suriname, maar de standaarden. Juist, dus de standaarden, want die hebben wel over een bepaalde kwaliteit waar de mensen gaan verwachten dan. Ja. En dat gaat in toenemen. We hebben het over de mensen, met name expats die komen. Expats die komen. Vanuit toeristen die komen, expats die komen. Ik denk dat we ook aan onszelf verplicht zijn om voor onszelf de standaard ook hoger te zetten. Ja. Want als je het hebt over agrosector, ik doet me wel eens pijn om dat te zeggen, maar eigenlijk weten we niet heel goed wat wij op de markten hier kopen. We weten niet goed wat we op de markten kopen, want hoeveel pesticiden zijn niet gebruikt, wel of niet gebruikt, op de groenten en fruit die we hier op de lokale markten kopen. Ja. Als wij exporteren, heb je een double check. De eerste check is fytosanitaire controle bij LVV. Ja. En bijvoorbeeld als het naar Nederland gaat, groente en fruit, we kennen het verhaal, mensen in de Nederland in de toko's willen graag Suriname groenten. Ja, ik heb het nooit begrepen. Het smaakt anders, want het komt vanuit Suriname. Ik heb het nooit begrepen waarom mensen met zoveel groenten sjouwen naar Nederland, om hetzelfde kunnen vinden. Nou ja, het smaakt toch anders, zeg ik. Ja, dat zegt men. Dus bedoel, ik ga niet in discussie met de consument. Als de consument zegt, ik vind dat lekkerder, dan vinden ze het lekkerder. Ja. En het gaat dan naar daar. Ja. Het wordt met een residu-check en steekproeven bij binnenkomst in Nederland weer gecheckt. Ja. Dus je hebt double-check groenten op residu, op gifstoffen, kwaliteit, et cetera. En dan komt het pas in de toko's en op de markten. Maar in hoeverre wordt die checks gedaan op wat hier op de lokale markten of op de ons belang of op de standjes langs de straat gedaan? Wat is jouw inschatting? Laag. Dus met andere woorden, we hebben misschien heel veel pesticiden die wij gebruiken en die wij dus dan ook innemen, in ons lichaam en onze kinderen geven ook. Ja. Dus dat is niet zo'n beste zaak. Dat was een van onze drijfveren als ondernemer 12 jaar geleden om een nieuw concept te ontwikkelen. We hebben toen gekozen voor hydroponics. We doen dus telen op water, maar de grote innovatie die ons 4 jaar bloed, zweet en tranen gekost. Paar investments en testen, et cetera. Maar na 4 jaar is het gelukt om een nieuw teeltsysteem te ontwikkelen. Telen op water, zonder pomp en zelfs zonder kas.
En we blijven door innoveren met kleine innovaties om het nog makkelijker te maken. Nog een keer, telen zonder kas, ja, en zonder pomp. Dat wil zeggen, je hebt 24/7 geen pomp nodig, dus geen elektriciteit nodig. Dus tot diep in het binnenland doe ik ook projecten, omdat dat kan, omdat je hebt voor ons deelsysteem geen pomp nodig. Geen pomp. En zelfs dus geen kas. Dus jij denkt, willen we over 5 jaar, in 2028 verwacht men zeg maar dat er echt heel veel zal gebeuren. Ja. Maar wij moeten ons nu al voorbereiden. Precies, dat is mijn boodschap als ondernemer. Ik denk dat wij niet vroeg genoeg kunnen beginnen. We moeten gewoon nu beginnen. Mm-hmm. Want het komt eraan, die spin-off komt eraan. Kijk maar naar ons buurland Guyana, ja, wat daar gebeurt. Ja. Eigenlijk, mijn inschatting is dat in Guyana die economie al een beetje overspannen raakt. En wat ik daarmee bedoel is dat je, er komt veel geld binnen. Mm-hmm. Er wordt veel geld in de relatie natuurlijk, want er worden investeringen gedaan. De overheid krijgt geld. De overheid doet infrastructurele projecten, ze doen allerlei investeringen in de sectoren, et cetera. Dus er gebeurt wat. Dus dat is al een spin-off. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd moet je dus ervoor waken dat alleen die toplaag van de maatschappij en die middenklasse daarvan profiteert, maar die onderlaag niet. En hoe kan je dat doen? Is door echt iedereen mee te nemen in die ontwikkeling. Dus ja, dat is waar. Ik heb een vraag van Hilde, die zegt dat ze slechts 160 werklui op een platform in zee, en over welke toeristen heb je het dan? Zij snapt dus niet van, als er maar 160 mensen komen, ja, waar moeten we ons dan voorbereiden? Dan komen we toch niet meer, want we hebben maar 160 nodig. Als we kijken naar de toeristensamenstelling in Suriname, dan is er nog steeds, de grootste groep is de Surinaamse diaspora. Ja. Nog steeds. Maar die komen nu al. En die komen nu al. Ja. Dus dat is één. Dus ik ga je vanuit het fundament. Yes. Het fundament is, dat is wat er nu gebeurt. Ja. Zodra je projecten hier doet, waarbij expats komen of nieuwe mensen, foreigners, echt foreigners zeg ik dan, diaspora zijn geen foreigners, ze kennen Suriname. Klopt. Als echte buitenlandse foreigners komen, dan gaan zij eigenlijk heel vaak, dat zie ik ook gebeuren in de projecten die ik doe met internationale partners, dan komt hun familie op bezoek, dan komen hun vrienden en kennissen op bezoek, want dan vertellen ze enthousiast over Suriname, wat ze allemaal hier doen. Dus als je als gemiddeld, laten we even heel concreet maken, voor Hilde, heel concreet maken, die 160 op een platform, als gemiddeld, als hij of zij daarvan 5 mensen nog aantrekt, is het 5 x 160 mensen die erbij komen bovenop de normale toeristen. Ja. Ik geef een concreet voorbeeld. Oké, helder. Onze bedrijven zijn niet klaar. We hebben het gehad over toerisme, hè? We hebben het gehad over dus die restaurants. En hoe zit het met scholing van jonge mensen die zich nu op welk gebied al moeten voorbereiden? Hele goede vraag. Hele goede vraag, want dat is ook waarvoor ik pleit. Ik zit namens VSB zit ik ook in het bestuur van PTC. En in het bestuur van PTC hebben we heel vaak over die match tussen bedrijfsleven en de studenten. PTC staat voor Polytechnisch College Suriname, ja. En het is een geweldige opleiding. En dat zeg ik niet alleen omdat ik in het bestuur zit, maar omdat ik echt ook, het is een van de meest actieve opleidingen en die ook heel innovatief bezig is. Ja. Ze zijn bijvoorbeeld ook bezig met ICT, robotics, artificial intelligence. Dus ze gaan echt met de trends mee. Zij zijn al bezig met opleidingen, samen met een Indiaanse partner. Verzorgen ze al opleidingen voor mensen die interesse hebben in de oil en gas sector. Mm-hmm. En volgens mij hebben ze al, wat ik weet, een 30 en voor mij zijn ze bezig met een tweede cohort, dus richting 60 mensen, aan het opleiden voor die oil en gas sector. Yeah. Maar het kan alleen maar meer worden. Dus opleidingen in ons land, zoals NATIN, PTC, ADEC, maar ook private instellingen, opleidingsinstellingen, die spelen al hierop in. Ze springen al erop in. Dus zij bieden nu basic training aan, mm-hmm, voor de oil en gas sector, of het nou is over safety, want safety is bijvoorbeeld heel belangrijk in de oil sector. Ja. Dus in welke sector je ook beweegt, maar als jij wil leveren aan de oil en gas, dan moet je getrainde mensen hebben op dat niveau, mm-hmm, van health, safety, environment. Zij nemen dus niet hun eigen mensen mee van health en safety, denk ik? Er zijn altijd in die contracten met de multinationals, is er altijd een inspanningsverplichting van die multinational
dat ze x percentage lokale mensen moeten aannemen. Dat is gewoon iets wat onze overheid altijd bedingt in die contracten met die multinationals. Voor Newmont is dat ook, voor IAMGOLD is dat ook, voor Suralco was dat ook. En nog hebben wij geen local content law. Is dat niet, hebben we dat niet nodig om dingen gewoon vast te leggen? Dat elk bedrijf, bijvoorbeeld een social corporate responsibility. Ja, SCSR, corporate social responsibility. Ja, ja, NVO, maatschappelijk. Ja, ze landen dan verder op zorg. Ja. Dus maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat is het CSR-verhaal. Elke onderneming doet dat. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook projecten gedaan als direct contractor voor Newmont, met mijn AFO-tak, waar wij dus ingehuurd werden om een deel van de CSR-policy en community engagement-policy van Newmont in te vullen met de lokale bevolking in het Pamaka-gebied en het Patamaka-gebied. Wij werden dan ingehuurd om de dorpen rondom te trainen. Mensen die daar geen interesse natuurlijk waren, die konden zich opgeven. Die trainden wij dan in ons teeltsysteem, de hybrid hydroponics, zoals we dat noemen. En als ze eenmaal de hybrid hydroponics konden, dan kunnen ze dus een livelihood, een alternatieve inkomensbron, daaruit halen en geld verdienen. Ja. Want hoe lang blijft het goud nog? Het goud blijft misschien 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar, who knows? Ja. Dus met deze ontwikkeling van oil and gas kan het een boost aan ons systeem geven. Ja. Maar daar moeten we ons niet alleen op focussen. Dat is ook mijn vraag aan de heer Jagizer. Is we leunen nu heel veel op die oil and gas. Ja. Maar je zou veel meer moeten investeren, denk ik. Of ook moeten investeren in toerisme en in landbouw. In landbouw. Omdat dat duurzamer zeker, is. Zeker. Landbouw, toerisme, ICT. Vergis niet, ICT is ook een heel belangrijke sector. In die oil and gas? Ook, ja, want je ziet dat los van de oil and gas. Ook gewoon ja, ICT. Precies de vraag die je nu stelt. Van, hey, what about los van de oil and gas? Yes. Zouden we niet andere sectoren moeten ontwikkelen? ICT sector, de BPO zoals ze het mooi noemen, de Business Process Outsourcing Companies, die schieten bijna als paddenstoelen uit de grond. Hè? Okay. We hebben dus nu heel veel, het begon eens met call centers, ja. Maar nu zie je dus data entry, data analytics, remote business analytics. Dus er gebeurt steeds meer, ook in die ICT sector, met bedrijven die kiezen om in Suriname gevestigd te zijn, maar hun diensten leveren aan Nederlandse of Belgische of andere bedrijven in andere landen. Omdat het een goedkopere arbeidskracht omdat je wat goedkopere arbeid hier hebt, maar nog steeds het inkomen hier is dan nog boven gemiddeld voor de mensen die dan in die callcenters werken. Oké. Okay. Ja. Als jij nu in de schoenen zou staan van de Jagizer, je hebt aangegeven die local content is belangrijk, onderwijs is belangrijk. Wat zou jij nu, als je voor het zeggen had, met name de focus op willen leggen in deze ontwikkeling die eraan komt? Ja, dus het stimuleren van opleidingen die een link hebben met die sector oil and gas, maar ook met die zeg maar die renewable sectors, zou ik ze bijna willen noemen, hè? De toerisme gaat door, olie kan een keer opraken. Exactly. Maar toerisme kan doorgaan, landbouw kan doorgaan, ICT kan doorgaan. Dus dat zijn, ik noem even deze sectoren, zijn natuurlijk meer sectoren, maar ik noem deze even. Dus je kan daarin investeren, los van de oil en gas. Ja. Überhaupt. Dus want als je opleidingen en mensen stimuleert om die opleidingen te volgen, dan zijn ze ready for the future. Yes. Ja. Als jij bedrijven helpt om ready gemaakt te worden voor de future, dat doen we dus met Search. Ja. Surnames Growth Enterprises, dat is een programma, dus een tweejarig programma van, misschien driejarig programma van World Bank. En hierin begeleiden we nu al 126 Surnaamse bedrijven op dit moment. Okay. Die zijn al in de molen, om maar zo te zeggen. Ze krijgen kans op BDS, dat is Business Development Support, dus consultancy-diensten. Die worden dan gefinancierd. En ze hebben kans op zelfs geld, renteloos, eigenlijk als grant. Dus ze hoeven niet terug te betalen. Oké, dus als ik een goed businessplan heb, kom ik bij jou? Als je al 3 jaar bestaat, want er zijn natuurlijk criteria. Je moet al 3 jaar bestaan, al 3 jaar ingeschreven staan in KKR bijvoorbeeld. Ja. En 3 tot 50 medewerkers.
20.000 tot een miljoen US dollar omzet. Daartussen moet je zitten. Oké, dan kan ik het al vergeten. En als je dan dus zeg maar de next level van ondernemerschap wil gaan doen, dan begeleiden wij vanuit Search. En Search is de Solidaridad, ETG en B4. Dat is een consortium die dus de opdracht heeft gehad na een hele biddingsronde. Er waren 7 internationale consortia die hebben geboden. Uiteindelijk heeft ons consortia gewonnen. Dus we hebben echt met een bidding moeten doen. Aanbesteding mee moeten doen. En nu zijn we dus bezig dat uit te voeren. En je zegt al 126 bedrijven? Ja. Hebben wij zoveel bedrijven die miljoenen maken in Suriname? Oh, absoluut. Een soort kleine bevolking? Ja, absoluut. Als je dat optelt, dan kom je in de miljoenen, ja. Ja, dat is waar. 126, oké. Dus ja, daar kijk ik van op. Ik weet wel, ik zou zeggen, ja ik snap het, staatsolie, Haukes en... Hè, nee, dat zijn de grote bedrijven, maar ik heb het nu over MKB. Kleine bedrijven die miljoenen maken. Ja, als je dat optelt, als je die kleine bedrijven optelt, vergis je niet, hè. Laat me aan de voorbeeld geven, Gloria. De goudsector. Ja. We hebben Newmont, we hebben IMBO. Ja. Maar wist je dat als je al die poknokkers, al die kleine gouddelvers optelt, dat hun omzet groter is, totaal opgeteld, dan wat Newmont en IMBO nu uit de grond halen? Drop the mic. Really? That's it. En daar wordt geen belasting bij gehaald. Dus daarom wordt al jarenlang gesproken over ordening van de goudsector. Wat is dat verhaal van ordening van de goudsector? Als we dat wel kunnen ordenen, als we die mensen wel kunnen registreren, als we die mensen wel formeel maken, dan gaan ze wel belasting af kunnen dragen. Daarom is er zo'n focus geweest op ordening goudsector. Ja. Okay. Jouw plan in deze ontwikkeling van oil and gas is het klaarmaken van onze bedrijven. En onze mensen. En onze mensen. Ja, dus ook het volk, mensen die zich willen ontwikkelen, mensen die willen studeren, mensen die zich willen verdiepen. Laat me dit ervan zeggen. Ik denk niet dat we als volk taal, als natie taal, als we achterover leunen en denken het komt wel op ons af, dus dat komt wel goed, dat het ook gaat gebeuren voor iedereen. Nee. Je moet wel een actieve participatie hebben om daar ook echt iets van te maken. Dat wil zeggen, ga op zoek naar, oké, die sector, daar gaat die ontwikkeling zitten. Wat kan ik doen om mijzelf te positioneren, om mezelf te verbeteren, om daar ook een deel uit te kunnen meeliften? Ja, dus ook mijn voordeel te kunnen doen. Ja, als ik dus in 17 jaar zou zijn, dan zou ik adviseer jij. Kijk dus naar al die lijntjes die lopen vanuit dat stukje oil and gas. Ja. En kijk waar je daarin kunt. Precies. Ja, want er moet wel een match zijn. Hè? Moet ook ik geloof daarin. Er moet ook een persoonlijke match zijn. Ja. Ik bedoel, als jij niks met oil and gas hebt, ga je zelf niet forceren. Maar als jouw ambitie en passie zit bij horeca, nou, begin die horecaopleiding te doen. Begin een horecabedrijf te starten. Al is het maar klein, als maar een broodjeszaak. Dus neem iets wat dicht bij jou past. Want als je je passie volgt als ondernemer, gaat er veel meer uitkomen. Helemaal. Dus probeer wel die match te maken. Maar inderdaad, dus die match is mijn passie vinden. Ja. Als ik die heb, kan ik hem linken aan die spin-off. Die ongetwijfeld zal komen. Absoluut. Absoluut. Ja. En gebeurt het al, hè? Veel mensen weten het niet. Maar ik bedoel, in die hele exploratiefase, wat heeft plaatsgevonden, tot aan dit moment te komen dat de grote baas van Total Energies hier het goede nieuws komt vertellen, is er in die exploratiefase afgelopen jaar al heel veel gebeurd. En heel veel individuen als kleine bedrijf en middelgroot bedrijf hebben al voordeel gehad. Oké, noem eens een voorbeeld. Die expats die allemaal kwamen, die moeten ergens slapen. Afgelopen 5 jaar al of langer. En er zijn dus resorts hier en bedrijven bij Paramaribo die dus daar flink mooie contracten uit hebben gehaald. Die hebben er op ingespeeld. Die hebben er op ingespeeld, want die behoefte er is. Om, dus die verdienen al een aantal jaren aan. Ja. Lokale bedrijven die de mensen van Paramaribo moeten transporteren naar die boten of naar die onderzoeksplatforms bij de offshore. Ja. Dat is ook weer een inkomstenbron. Ja. Die mensen moeten ook eten en drinken. Er zijn dus ook een paar agrobedrijven die daarop hebben ingespeeld en voldoen aan die requirements. Die hebben er nu al op ingespeeld? Die hebben afgelopen jaren aan die experts in de exploratiefase geleverd. Ja. Dus het gebeurt eigenlijk al, maar nog een beetje op kleine schaal, maar het kan niet meer groeien. En dat kunnen we doen door ons te ontwikkelen. Ontwikkelen. Te voldoen aan bepaalde standaarden. Scholen.
Dus voor de individuen is het meer voor volks meer om zich te scholen. Voor de bedrijven is om hun standaarden op de next level te zetten, om aan die requirements, aan die voorwaarden te voldoen. Dat kan ook, ik ga soms naar het Engels, certificeren. Dus ze kunnen zich certificeren, ze kunnen kijken van oké, welke documenten moet ik in orde hebben, welke certificaten moet ik in place hebben om te kunnen voldoen aan die requirements. Ja. En die standaarden zijn te vinden, dus dat, zeg maar, ik ben een ondernemer. Ja. Die standaarden kan ik vinden bij jullie op het net? Ja, die standaarden zijn er. Er is nu al een behoorlijke ontwikkeling gaande om, zeg maar, dit stukje van local content te structureren en meer aandacht te geven en mensen nog meer bewuster te maken. Iedereen doet het op zijn eigen manier, maar er is een presidentiële commissie ingesteld over local content. Er is een EDC-board ingesteld, EDC-organisatie, Enterprise Development Center. Ik zit namens VSB ook in die board. Maar je zit ook bij VSB? Ja. En VSB staat voor? Vereniging Surinaamse Bedrijfsleden. Okay. Sommige mensen die hier niet wonen, die kennen alle afkortingen, zeg maar. Ja. En die is meer bezig, dat is een initiatief vanuit Staatszone. En die zijn bezig om de mensen eigenlijk te stimuleren om naar de next level te gaan. Moet er vanuit Staatsolie duidelijkheid worden verschaft naar die samenleving toe hoeveel en waarin er mensen nodig zullen zijn? Bijvoorbeeld 10 lassers, 50 uitvinders, 3 koppen, I don't know. Ja, het is misschien nog wel moeilijk om te zeggen over concrete aantallen. Mm-hmm. Ze kunnen wel inschattingen maken. Iedereen kan vanuit zijn sector wel inschattingen maken. Mm-hmm. Maar om met concrete cijfers te komen van zoveel gaat nodig zijn in die sector, dat is denk ik nog wel een lastig, want je weet nog niet hoe het precies gaat ontwikkelen. Mm-hmm. Maar je kan wel met inschattingen werken. Ja. Je moet een indicatie hebben. Ja, je kan een indicatie hebben. Vanuit Total die dit eerder heeft gedaan. Het is net als wat ik, de simpele calculatie die ik net gaf. Huh? 160 mensen, 160 maal 5. Hun zijn ambassadeurs geworden dan, dat hopen we natuurlijk, daarvoor werken we, enthousiast maken van je Suriname. Op algemeen kan ik uit ervaring zeggen, 9 van de 10 mensen die naar Suriname komen, worden wel gegrepen door het land. Ja. En die vertellen wel een positief verhaal, dat ze het fijn hebben gehad. Ja. De natuur, het eten, etcetera. Dus 160 maal 5, en dan heb je dus al een getal. Dus op die manier zou je dus, natuurlijk dus heel simpel, simplistisch iets wat ik vertel, om het concreet te maken. Maar dat zou je dus breder alle sectoren kunnen doen. Ja, hey, we gaan terug, want ik aan het begin heb gevraagd, zijn we ready? Je zegt, we zijn niet ready. Nee, we zijn nog niet ready op het niveau van wat wij als ondernemers allemaal verwachten wat op ons afkomt. Er is een groepje dat wel op niveau is, omdat zij al ervaring hebben. En dan heb ik het over die groep bedrijven die al voor een Newmont hebben gewerkt jarenlang, of voor een IMGO als contractor. Of voor Suralco, toen de tijd, noem het maar op, hè, voor de multinationals. Dus ze hebben al ervaring met werken op een bepaald niveau. Maar dat is denk ik misschien nog een relatief kleine groep. Mm-hmm. Maar daarachter komt een grotere groep van bedrijven aan die in de fase zijn van ready maken. En die doen dus mee bijvoorbeeld met dat Blue Wave programma van EDC, van de Staatsolie. Andere bedrijven die doen mee met Search. En search helpt ook al om de bedrijven naar een stukje next level. Want sowieso, wat ik altijd heb gezegd, ook met visie op ons afrobedrijf, het gaat over 3 dingen. First is quality. Je moet kwaliteit kunnen leveren. Nou, op ons systeem hebben we al afgevinkt, wij leveren kwaliteit. Waarom? Gezonde, schone, veilige groente komt van ons systeem, onbespoten, etc. Kwaliteit is afgevinkt. Nu zitten we in de fase van kwantiteit. Want zolang, als je kwaliteit hebt, prachtig, maar als iemand komt en zegt van ik heb 50.000 kroppen sla per week nodig, niemand in Suriname die dat gaat kunnen leveren. Nee. Geef maar een concreet voorbeeld. Dus noem het toch aan een kwantiteit. En dan komt de laatste stap en dat is continuïteit. En dat heeft te maken met certificering, de supply chain in kaart brengen en certificeren en zorgen dat je dat vasthoudt. Ja, dus al die schakels goed werken, zodat je hele keten goed functioneert. Klopt. Ja, dus als ik nu al 17 jaar ben op Latour, school verlaten, ik heb helemaal niks gedaan. Ja. Maar ook die jongens, ook die meisjes willen wij, denk ik, meenemen in deze ontwikkeling, omdat we
niemand achter willen laten. Klopt. In de militaire dienst zeggen we als... Leave no one behind. Yeah. Thank you. Volgens mij zei onze president dat ook, hè, in zijn laatste zorg. Oh ja? Ja, ik heb iets gehoord, ja. Oké, okay. Dat heb ik niet gehoord. Ja, in het verhaal van SDGs, hè, de Sustainable Development Goals. Heeft hij toen, oké. Okay. En toen heeft hij dat van. Ja, wij moeten iedereen dus meenemen. Nou kan ik niemand forceren. Nee. Maar ik denk dat je als overheid, als bedrijf, zodanig moet faciliteren en aanbieden dat mensen zich kunnen aanmelden. Ja. Latour bijvoorbeeld. Ik denk, dus het concrete voorbeeld van Latour, ik denk dat, want één speler in dat hele veld hebben we nog niet benoemd, maar ik denk dat het een heel belangrijke speler is, en dat zijn de NGO's. Non-governmental organizations. Stichtingen, foundations, etc. Er is een geweldige grote groep van NGO's, bij een soort kunnen zeggen, slash de ontwikkelingsbanken ook, kan ik bijna meenemen daarin, bezig in Suriname met allerlei sociaal-maatschappelijke impactprojecten. Laten we maar impactprojecten noemen. En dat is een heel belangrijke groep voor die jongen op Latour. Want je zegt al schoven later, ik praat liever over kansrijke jongeren in plaats van het omgekeerde. Of uitdagende. Juist, ja, laat het alvast positief benoemen. Ja, de wijken die echt uitdaging zijn. Want dan geef je die energie eraan. Exactly. Oké, dus die jongeren, er is echt een hele grote rol, want je kan ook niet alles voor de overheid laten, vind ik, als ondernemer hoor. Ik bedoel, als ondernemer ben ik altijd vanuit het standpunt uit, wat kan ik zelf doen? Ja. En zo hebben we ook onze bedrijven gebouwd hier in Suriname. Niet vanuit de overheid, maar vanuit wat kan ik zelf doen. En die NGO's kunnen dus voor dat soort doelgroepen heel veel betekenen. Want zo'n jongen, wat jij omschrijft, daar heb ik een heel beeld direct bij. Van dat in zijn mindset ziet hij het misschien niet zitten. Dus als eerste wat moet gebeuren, is vanuit zo'n stichting of een NGO, zou eerst met jongen gewerkt moeten worden op zijn mindset. Ja. En wordt er dan vanuit, vind jij dat er vanuit die overheid ook meer, zeg maar, die stimulans moet worden gegeven aan die NGO's van heen luister? Bijvoorbeeld Stichting Stubula, die werkt op Latour al jaren. Ja. Dat je als overheid kijkt en zegt, nou jongens, kom met projecten. Of zeg je, nee, dat moet helemaal los. Het kan samen, hè? Want je ziet dat ook nu steeds meer gebeuren in Suriname, meer dan vroeger denk ik, want omdat het ook wel gestimuleerd wordt, publiek-private samenwerking. Dus public-private partnerships, PPP, is een prachtig instrument om samen te werken aan die ontwikkeling. Ja. En als Stubula bijvoorbeeld zegt van, hey, ik zie dit en dit en dit gebeuren, ik heb data uit de wijk, en in die wijk zijn er zoveel jongeren, ik heb die data, dit zou een geweldige policy moeten zijn, dan zouden ze waarschijnlijk, in mijn ogen hoor, ik denk als ondernemer, een PPP kunnen sluiten met de overheid, want het ministerie van Sociale Zaken is ongetwijfeld ook bezig in dezelfde wijk, om te kijken van oké, hoe kunnen we dat project consolideren en hoe kunnen we dan bij een van de ontwikkelingsbanken of bij de IDB of bij de Islamic Development Bank of bij NOB of bij, er zijn zoveel organisaties actief om iets in te dienen, om een project uit te voeren dat het een impactproject kan zijn. En stel nou, ik heb een project in mind, maar ik kan geen projectplan schrijven. Ik ben bijvoorbeeld 18, 19 en ik heb een prachtig idee voor mijn buurt. Ja. Om inderdaad klaar te stomen voor die hele spin-off dat er komt. Ja. Waar kan ik dan terecht en gaat het wel geld kosten? Ja, dus als je over een jong persoon hebt die dus daadwerkelijk nog geen bedrijf heeft, nog geen, dan moet je echt van nul beginnen. En dan, daarom zeg ik dan dat van scholing is... Educatie is ongelooflijk belangrijk. Ja. Maar nog kan die persoon heel veel doen, want internet is de wereld aan onze voeten. Ja. Right? Ik weet niet of je kent Gloria, vroeger hadden we, ik ben ook grotendeels opgegroeid in Suriname, en dan hadden we het programma op tv Kennis maakt macht. En dan, nee, dat is wel weg waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Maar toen was een fantastisch programma, Kennis maakt macht. En dan waren scholen en kinderen van scholen die dan op tv dan competen met elkaar over. Oh, dat deden wij toen, heette toen Weetje. Weetje, juist. Nou ja, Weetje, ja, precies, die ken ik ook, maar ik ben in beide landen opgegroeid. Ja. Weetje is eigenlijk kennismakmacht, dat was het concept hier.
als jonge jongen. Oh, kennismaking, maar was in Nederland? Nee, was hier. Nee, ja. Weet je was hier ook. Oh, weet je was ook hier. Ja. Oké, okay. Ja. Die ken ik nou even niet van hier. Van vroeger, Henk van Vliet. Henk van Vliet, juist. Ja, voor jouw tijd. Ja. Oké. Ik zeg nu, er is iets anders aan de hand. Ja. Het is niet kennismaak macht. Het is niet van je weet iets en dat geeft jou macht. Nee. Wat nu speelt is, want kennis ligt op straat met internet. Ja. Right? Dus het is niet meer macht. Het is geen machtsfactor meer. Nee. Wat het nu is, is degene die macht hebben, zijn de mensen die zichzelf educeren en scholen om voor de juiste probleem, challenge, voor de juiste challenge, de juiste kennis te vinden om het toe te kunnen passen om het op te lossen. Ja. Dat is macht. Dat is macht, ja. Dus de ability nou die je moet ontwikkelen als jongere is om te weten van I got a problem or I got a challenge, how can I find a solution? Ja. En het weten te vinden. Dus als je nu kijkt naar die AI ontwikkeling, Artificial Intelligence, oh ja, met Chat, GPT enzovoort, ja, waar gaat het om? Je moet de juiste query invoeren, je moet de juiste prompt invoeren. Als jij de juiste vraag kan stellen, dan komt het juiste antwoord met de juiste oplossing om specifiek dat probleem op te lossen. Ja. Dus als je die ability ontwikkelt, gaat die jongen, en daarom vertel ik het verhaal, die jongen die denkt van, hey, maar ik kan geen projectplan schrijven, die kan dat nu wel leren, zichzelf leren op internet. Dat is waar, ja, inderdaad. Ik heb wat vragen. Hilde Weer die zegt, als de overheid het oliegeld goed besteedt, komen er banen in de wegenbouw, huizenbouw, onderwijs, sociaal maatschappij, ja. Ja. Maar dat is een grote als, ja, aangezien het ook niet met het goudgeld is gebeurd. Ja. Ja. Dus hoe kunnen wij zorgen als ondernemers, als Surinamers, ja, dat het geld dat sowieso gaat vrijkomen, ja, ook besteed wordt, ook daadwerkelijk terechtkomt bij die, ja, factoren of secties die we net hebben genoemd? Ja. Heel belangrijk punt. Ik ben daar persoonlijk betrokken bij in de zin vanuit mijn hart, kan ik het zo zeggen. Want ik vind dat wij, ik heb ook wat lezingen gegeven waar ik heb aangegeven, waar de minister van Financiën bij was op de CEOX-beurs. Dat ik vind dat we wel echt moeten gaan naar die sovereign wealth fund. En dat daar wetgeving voor moet komen, ja, om dat heel goed te organiseren. Het is heel makkelijk en simpel om te kijken naar andere landen, maar het is heel moeilijk benchmarken. Want als je benchmarking op dat niveau gaat determineren, je gaat dat analyseren, dan kom je uit ook op cultuur. Mm. Ik ga het concreet maken. Als wij zeggen van, hey, dat Noorwegen model is fantastisch. Gaat niet passen hier. Maar dat kan je niet één op één copy-paste doen naar hier. Nee, nee. Wat veel mensen niet weten, maar van een van de insiders weet ik het. Omdat die persoon nauw betrokken is, ja, met Noorwegen. Die zegt mij ook van Rufien, ja, is mooi en aardig. Maar het is een fantastisch fonds in Noorwegen. Maar ze hebben 26 jaar erover gedaan om te komen waar ze nu zijn. Ja, maar goed, wij kunnen van die 26 jaar die ze hebben gehad leren. Wel leren. We kunnen wel leren, maar dan kom ik terug op cultuur. Want kennis is één, cultuur is iets anders. Dan moeten we ook die mentaliteit hebben. Mm-hmm. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Want in Noorwegen is dat fonds dus nu zo gigantisch, dat als de Noorse overheid dat zou willen, zou ze aan elke burger nu $250,000 kunnen uitdelen. Ja. Probleemloos. En de economie draait vrolijk verder. Ja. Maar goed. Waar het om gaat is dat wij wel naar een Surinaams model moeten gaan. Wij moeten wel zorgen dat wij ook een sovereign wealth fund creëren met z'n allen. Ik ben een grote pleitbezorger daarvoor. Ik zou dat heel graag willen zien, ook als ondernemer. Is dat een spaarfonds wat jij bedoelt? Refereer je naar een spaarfonds of is het weer iets anders? Ja, het is eigenlijk tweeledig. Wat ik zie in de wereld wat er nu gebeurt, is bij andere fondsen. Ik heb ook fondsen op regionaal niveau. Mm-hmm. Ik weet dat in een regio, in Colombia bijvoorbeeld, hebben ze op regionaal niveau, op districtsniveau, ook dat soort fondscreatie gedaan. En daar gebruiken ze fonds voor eigenlijk multiple goals. Ene goal is daadwerkelijk het spaarfondsgedeelte. Mm-hmm. Dat is een pakket van dat geld, dat draag je niet aan. Nee. Dat blijft precies daar. Dan heb je een deel van dat geld. Daarmee ga je investeren en beleggen. Ja. En daar krijg je dus dividend of rente of wat eruit. Ja. En met die inkomsten van die dividend en rente ga jij dan
die sectoren positief beïnvloeden. Gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, ja. Jongeren, milieu, etcetera, etcetera. Dus eigenlijk heb je een spaar- en stabilisatiefonds daar dat je niet aanraakt. Je hebt een veel kleiner gedeelte waarmee je wel geld maakt, geld investeert om dat te laten groeien. En het laatste gedeelte wat dan daaruit komt, is dat jij dus de sociale sectoren dan die op niveau kan houden. En hoe heet dit laatste? Social? Ik noem het social impact investments. Okay. Het heeft dus echt impact inderdaad. Op de infrastructurele zaken van het land. Hè? Want sommige zaken zijn collectief. Je kan niet eromheen, je kan niet alles overlaten aan de private sector. Nee. Sommige zaken zijn gewoon collectief. Hè? Openbaar vervoer is ook een mooi voorbeeld daarvan. Gezondheidszorg, educatie, onderwijs, eigenlijk zelfs internet zou je bijna kunnen zeggen, ICT beschikbaar stellen. Ik denk dat wij ons inderdaad, we zijn bezig met die oil and gas en kijken dus naar de spin-off, maar er zijn terug die stappen die genomen worden, terecht zegt iemand zegt Hilde, hoe kan ik onderwijs krijgen als mijn scholen onder water lopen? Ah, ja. Dus wil je daar komen, precies. Je kunt niet, je zult precies. Hier die moeten zorgen ervoor dat de stappen om daar te komen in ieder geval in orde zijn. Ja. Zoals we in zijn naam zeggen, in place zijn. In place zijn, ja. Maar daarom is die verleiding ook heel groot om upfront al te willen investeren daar. Ja. Maar dan kom je in dat spanningsveld. Ja. En dat spanningsveld is, hè. Ik zou echt niet in de schoenen van de beleidsmakers willen staan, hoor. Want het zijn dilemma's. Het zijn hele zware dilemma's en afwegingen die je moet doen. Ja. Want je moet nagaan, enerzijds precies, die school moet niet onder water staan. Nee. Je wil educatie hebben, maar je hebt dat geld nu nog niet om het uit te geven. Maar de verleiding van dat geld eraan zit te komen, wil je wel een voorschot nemen om het alvast te gaan financieren? Ja, dat is ook gevraagd aan de... Ja, maar daar krijg je dus al een dilemma. Ja. Van maar hoeveel voorschot, hoeveel van... Wat we nog niet hebben verdiend. Hoeveel leen je van de toekomst? Ja. Dat je leent van de toekomst. Dat hebben we al 30 jaren gedaan in China. Ja. Oké, kortom, resumerend. Wat is jouw visie ten aanzien? Je verwachting is hoog, is goed, positief? Ja, dat heeft ook met mijn persoonlijkheid te maken, hoor. Ik ben altijd positief geweest en gebleven op tsunami. Ja. Wat er ook gebeurt in tsunami, je hoort nooit je hoort alleen maar positieve klank van mijn kant over tsunami, maar dat heeft te maken met mijn persoonlijkheid. Ik ben positief over tsunami, ik hou van dit land. Ja. En ik doe wat ik kan doen. Tot waar mijn beïnvloedingssfeer is, daar doe ik het. Oké. Als jij nu iets zou willen zeggen aan de luisteraars, we gaan nu afronden. Ja. Met name de diaspora die daar zit, die zegt van je hebt makkelijk praten, is theorie hoor. Nee, ik praat uit de praktijk, want ik zit hier, ik heb drie ondernemingen hier opgezet en we doen het gewoon. En ik ga niet zeggen dat alles vloeiend en makkelijk is, maar als ondernemer denk ik als eerste eigenschap is wel dat je altijd in solutions moet denken. Zonder solutions kom je nergens. Oké, je loopt tegen iets aan, maar hoe kun je dan wel waarmaken? Wij hebben het bewezen uit de praktijk. Echt letterlijk vanuit nul hier begonnen. En nu draaien we heel veel mooie projecten. Okay. Dus we laten zien dat het wel kan. Dus de floor is yours. Ik zou zeggen, vooral niet blijven zitten en wachten. En kijken, oké, wat gaat er gebeuren. Soms is het gewoon goed om die stap te nemen. Natuurlijk als ondernemer of als persoon moet je risico's incalculeren. Je moet werkt met gecalculeerde risico's, maar aan de andere kant, no guts, no glory. Dus je moet ook wel die stap willen nemen om er gewoon voor te gaan. En als jij een goed concept hebt, je gelooft in je concept, dan zul je wegen vinden om het succesvol te brengen. Dus mijn oproep eigenlijk naar de samenleving is, de ondernemers moeten zich voorbereiden op wat er gaat komen. En dat is dus naar de next level ondernemerschap. De individuen, het volk, kan zich scholen, ook via internet, zoals ik net als een concreet voorbeeld aanhalen, om zich te verdiepen in wat er mogelijk is en ook daarin een graantje mee te kunnen pikken. En voor de diaspora zou ik zeggen, wacht niet totdat alles geregeld is.
maar kom mee doen om het samen te helpen regelen. Ik heb het ook gedaan, dus neem gerust contact op met mij. Oké, dankjewel Ravin. Ja. We hebben dus nu gesproken met Ravin Ramnandanlal. Goed gezegd? Helemaal goed. En in het kader van Oil & Gas. Om te kijken van wat is er nodig om voorbereid te zijn op die spin-off die er komen gaat. Het komt er. En hoe kunnen wij als burger ons nu al beginnen in te leven, voor te bereiden, om ook deel te nemen aan deze ontwikkeling die zal bijdragen, hopelijk, dat Suriname op een hoger niveau komt. Dat was om mijn bijdrage voor vandaag en ik zie u graag volgende week terug. Ciao, ciao. Dat was een mooie omgeving hier.